Het is een masterclass andragogie. En ik moet het goed articuleren, want veel mensen struikelen over hun woorden. Hè? En het is, iedereen kent pedagogiek, de ontwikkeling van het kind. Andragogiek is de ontwikkeling van de volwassenen. Hè? Hoe verandert die, ontwikkelt die zich? En andragogie is dan de wetenschappelijke studie van hoe dat volwassenen veranderen en ontwikkelen. Dat is een interessant thema. Het is precies zo dat het alleen maar over kinderen gaat, maar ook volwassenen hebben die leer- en ontwikkelingsprocessen. Mm-hmm. Dus in die andragogie, dat is heel boeiend om te zien van, wat kunnen we daarover zeggen. Ja. Nu, die andragogie heeft ook een aantal principes, dus mm-hmm. dat ze volgen in hoe dat ze daarnaar kijken, naar die volwassen veranderkunde. Ja. Ja. We gaan die een keer oplijsten. Hè? Ja. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld de concrete handelingspraktijk. Dat is altijd het studieobject, zullen we zeggen. En het gaat vooral daarbij van hoe. Het gaat altijd in de maatschappelijke context. Het gaat altijd over een probleem die te maken heeft in een groter geheel, in een groter verband. En de hoe-vraag staat altijd centraal binnen die andragogische benadering. Ja. Geen theorie, maar ook echt in de praktijk gaan. Daar vertrekken we. Precies, ja. En een ander kenmerk is dat andragogie altijd vertrekt van een vraagstuk. Ja. Niet van een probleem. Nee. Dus we gaan kijken, we worden nieuwsgierig van hoe zit dat in elkaar? En het formuleren van het vraagstuk, het maatschappelijk vraagstuk, waar dat ook die professionals mee te maken hebben, dat kunnen helder formuleren en dan op onderzoek uitgaan, dat is eigenlijk dan ook een kenmerk. Hè? Dat is wat er gebeurt. En het gebeurt dan ook altijd vanuit de theoretische onderbouwing. Dus het is niet dat je zomaar even zegt van we doen even een onderzoekje. Nee, je kijkt uit vanuit verschillende perspectieven, verschillende disciplines. Ja, ja. Je kijkt vanuit filosofie, vanuit de sociologie, vanuit de psychologie. Ja. Je probeert het vanuit al die kaders, probeer je dat probleem dan als het ware te verkennen. Ja. En het is ook gericht op verbetering. Het is waarde geladen in die zin. Hè? Dus het is de verbetering van de wereld. Hè? Ja, klopt. Ja. We zijn eigenlijk maatschappij kritisch ook bezig om iets moois te doen. Hè? Ja. Precies, ja. Ja. En het methodisch kader is natuurlijk altijd een vast onderdeel van een andragogische benadering. Dus vaste methodieken, vooral praktijkgestuurd onderzoek. Vanuit de praktijkonderzoek. Onderzoek doen, dat is heel essentieel. Ja. En het is altijd een walk the talk. Een walk the talk, ja. Dus dat we in onze didactische methode, als we nu bijvoorbeeld zo'n masterclass geven, gaan we ook eigenlijk een experiment zijn met welke principes, dus geen ex-cathedra, met welke principes kunnen wij andragogische onderwijs geven. Ja, precies. De dialoog, het niet weten, precies. Kenniscreatie. Dat gaan zelf veel leren ook. Op die manier, precies. Op die manier is het echt een co-creatief proces, waarin we samen met deelnemers onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken. En in ons geval gaat het dan over eigenaarschap in organisaties. Ja. Met de rol van coaching. Met de rol van coaching, voilà. Absoluut. Ja. Oké, mooi.